Dames en heren, hartelijk welkom in het Stedelijke Museum Almelo. We zijn hier voor een speciaal moment voor Harry Koop, die inderdaad afscheid gaat nemen. Hij kwam hier 7 jaar geleden met een project binnen inderdaad. We zijn met Almelo erfgoed op de kaart. En hij zei van, ja, dat wil ik wel graag een trekkende kracht in zijn. Dat wil ik wel graag aanpakken. Want met erfgoed onderscheid je je van andere gemeenschappen. Zoals meestal als het gaat om cultuur is het geheel te danken aan vrijwilligers als je het hebt over het bewaren van dat erfgoed. Een project zoals het bewaren van erfgoed, het documenteren van erfgoed, slaagt pas als er vrijwilligers zijn die zich daar belangeloos en vaak met heel veel overgave en enthousiasme en deskundigheid voor willen inzetten. Ja, zo heeft u zich meer dan 15 jaar met de nodige uren per week onbaatzuchtig ingezet voor het openen en toegankelijk maken van de geschiedenis van Ambt Almelo en Stad Almelo. De samenvoeging die na 100 jaar de beide gemeenten weer bij elkaar bracht in die mooie gemeente Almelo die we met elkaar hebben. Naast uw inzet liet u zich kennen als een vriendelijke en als een collegiale vrijwilliger en als een bestuurder op wie niemand vergeefs een beroep heeft gedaan. U stond altijd klaar op het moment dat er om u gevraagd werd. En ik kan zonder enig voorbehoud, zonder enige reserve zeggen dat zonder uw enthousiasme en uw doorzettingsvermogen dit project er niet zo uitstekend had voorgestaan als nu. Het is dan ook heel erg verheugend om een soort kroon op al die inzet tot stand te brengen, hier vandaag ook te plaatsen. Ik mag u namelijk met buitengewoon genoegen meedelen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft besloten u vanwege uw belangeloze inzet gedurende vele jaren voor het museum, voor het behoud van het erfgoed van Almelo, voor de Almeloers en voor de maatschappij in het algemeen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Een applaus voor de heer Koop. Even een kort moment van bezinning. Ik moet maar even herpakken. Want dit had ik absoluut niet vermoed. De aanstichter, denk ik, van dit alles heeft volgens mij stage gelopen bij het KNMI. Want hij heeft een dag uitgezocht waarin ik niet alleen zeg maar figuurlijk in het zonnetje werd gezet, maar ook letterlijk. En ik niet alleen, jullie ook. Die appartementen die eigenlijk gesloopt zouden worden, of gesloopt zijn, die zijn eigenlijk ook. Ja, oké. Die eerste vreemde is vorige week een in.